Vandaag gaan we de Ravid Jacket Surgeon onder de loep nemen. Een motorjas met een 60-jarige look, maar met moderne veiligheidsspecificaties. Ik ben erg benieuwd, dus laten we snel doorgaan. Hallo allemaal, mijn naam is Joël van Champion Helmets. Voordat we beginnen met deze video, wil ik jullie vragen om te abonneren op ons YouTube-kanaal. Zo blijf jij up-to-date als het gaat om de nieuwste reviews. Roadtests en guides. Vergeet de video ook niet te liken en een opmerking achter te laten bij eventuele vragen of feedback. Het allereerst waar we altijd mee beginnen is de algemene informatie. De Revit Jacket Sergeant is een volledig leren motorjack met een oldschool design. Het product wordt geplaatst in de heritage categorie van Revit. Dit verwijst weer terug naar het retro design dat gebruikt is. De verkoopadviesprijs bedraagt 429,99 euro waarmee deze jas in het hoge segment valt. De jas kan besteld worden in twee verschillende kleuren. Namelijk volledig zwart of volledig bruin. De pasmaten van het jack lopen op van 46 tot 58. In deze scène besteden we altijd aandacht aan de gebruikte materialen. In deze review is dat net even iets anders, aangezien het jack volledig van leer gemaakt is. Daarom behandelen we vandaag maar één soort materiaal. Namelijk het rundeleer. Het rundenleer dat gebruikt is, heeft als kenmerk dat het naast erg sterk ook soepel is. Hierdoor heb je veel bewegingsvrijheid tijdens het rijden. Een ander gegeven dat opvalt is het gebruik van gedetailleerde stiksels. Deze vind je op de schouders en onderrug. Om een goede pasvorm te waarborgen zijn de verstelbare lipjes aan de onderkant van de jas toegevoegd. Voor de rest zijn er twee soorten ventilatiemogelijkheden te vinden op de jas. Zo is er een luchtinlaat te vinden op de borst en via de rugzijde wordt er warme lucht afgevoerd. Net als de meeste jassen van Revit heeft ook deze jas de SeaSmart Bescherming op de schouders en op de ellebogen. Hierdoor zijn je schouders en ellebogen top beschermd, aangezien het materiaal van SeaSmart erom bekend staat dat het niet alleen hard is, maar ook goed impact kan absorberen. Iets wat we vaak terugzien bij de jassen van Revit is de voorbereiding op de SeaSoft rugbescherming. Dit houdt in dat er bij de productie van de jas rekening gehouden is met de eventuele ruimte voor backprotector insert. De insert wordt echter niet standaard met de jas meegeleverd en zal dus apart erbij gekocht moeten worden. Iets wat deze jas onderscheidt van de andere Revit jassen is de dubbele windstopper. De nieuwste jassen van de nieuwste Revit collectie hebben een windstoppen achter de rits van de buitenjas. De Jacket Surgeon heeft echter ook nog een windstoppen achter de ritsluiting van de mouwen. Hierdoor kan er ook geen wind via de zijkanten naar binnen in de jas. Iets wat steeds terug naar boven komt is het design van de jas. Revit legt een link tussen comfort en je persoonlijkheid. De jas is ontworpen voor de consumenten die graag hun persoonlijkheid en stijl combineren op de motor. Het oude design is nieuw leven ingeblazen met moderne veiligheidsstandaarden. Hierdoor kun je prima stijl met bescherming combineren. De Revit Jacket Surgeon is een retro motiejek met alle moderne veiligheidseisen. De jas is volledig geproduceerd uit runderleer, kent een prima bescherming en geeft mogelijkheid tot het tonen van persoonlijkheid. Denk jij dat deze Revit Jacket Surgeon perfect voor jou geschikt is? Breng dan een bezoek aan onze webshop www.championhelmets.nl. Op de site bieden wij de laagste prijsgarantie en kortingsbundels. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze review, stel ze dan gerust. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Joël en hopelijk tot de volgende keer.